Giro 555 om de ebola-ramp te stoppen. Wat heb je nodig om van zo'n actie een succes te maken? Dat is voor mij een beetje twijfelachtig. Ik heb het idee dat het nodig is. Maar als dan maar alles daar naartoe gaat. Laatste tussenstand, er is 6,1 miljoen euro binnen. Verder in het nieuws vandaag. Stoffelijke resten van de MH17-ramp zijn terug in Nederland. En wat klopt er van de restaurantrecensies op internet? Goedenavond. Nederland zamelt geld in voor de strijd tegen ebola. De hele dag is er op radio en tv aandacht voor de actie van de samenwerkende hulporganisaties. Vaak is er na afloop van zo'n grote actie gedoe, over de besteding van het geld meestal. Maar deze keer was er vooraf al het nodige om te doen. En Nederland is niet echt in de ban van deze actie. Eerder dan gebruikelijk bouwde Antoon van Oosterhout zijn uitgebreide kerststal. Kijkers kunnen de collectebus spekken. Maar veel aanloop heeft hij niet. Hoeveel mensen zijn er geweest? 2, 3 man. Op de markt in Deurne hoor je wisselende reacties. Er zijn mensen die altijd geven aan goede doelen. Anderen doneren nu niet. Ja, weet ik niet. Ben ik niet meer bezig, denk ik. Nee. Ik heb het idee dat het nodig is. Maar als dan maar alles daar naartoe gaat. Nou, het is toch iets wat iedereen aangaat. Van, kan ook zomaar hier komen, hè? Als ze langs komen, dan geef ik. Maar ze komen waarschijnlijk niet meer langs met de collectebus, want vandaag is de laatste dag. Aan particuliere acties trouwens geen gebrek. We hebben nu al 132 euro opgehaald. Flessen leveren geld op voor de strijd tegen ebola. En middelbare scholen doen mee, een euro voor een pannenkoek. Maar deze basisschool was net bezig met een ander goed doel. Stop ebola kwam op een onhandig moment. Wij vinden het echt te veel om in 2 weken tijd 2 acties te doen. Hoogleraar filantropie Theo Schuit denkt dat de hulpactie weinig leeft onder het publiek. En daarom mensen mogelijk minder vrijgevig maakt. Meestal is het zo dat de grootste resultaten worden gehaald als het dagelijks achter elkaar in het nieuws is. Als je op alle voorpagina's, tv-programma's ziet dat er een enorme ramp is. Of hij gelijk heeft, zal vanavond laat blijken. Ja, bij Beeld en Geluid, het centrum van die actie, daar is ook collega Rick van der Westerlaken. Rick, buiten valt het dus een beetje tegen allemaal. Merk je daar binnen wat van? Ja, Rob, het is misschien een beetje een open deur, maar hier merk je daar dus niks van. Want hier komen natuurlijk de mensen die graag in zo'n belpanel zitten. En hier komen ook de mensen die graag geld willen doneren. Die dat uit eigen zak doen of die misschien al inderdaad de hele week bezig zijn geweest met die cupcakes bakken of pannenkoeken verkopen. Dus wat dat betreft zijn hier veel positieve gevoelens. Dit zijn de mensen die vinden dat niets doen geen optie is. En dat elke euro die ingezameld wordt tegen ebola een zinnig besteden euro is. Hoe groot en hoe hoog dat eindbedrag vanavond ook wordt. Feit is, je zei het net zelf al, dat er ruim 6 miljoen euro is binnengehaald tot nu toe. Dat was de stand van 7:15, een klein uur geleden. De actie gaat door tot 12:00 vanavond. En de eindstand wordt dat tijdstip ongeveer bekendgemaakt in het programma Pauw. Dus er komt ongetwijfeld nog wat bij. Oké, Rick, dank je. Ja, hoeveel geld komt er binnen bij zo'n actie? Bij de laatste Giro 555-actie voor de slachtoffers van de aardbeving op de Filipijnen, 1 jaar geleden was dat, 36 miljoen. Half jaar eerder was er een actie voor Syrië, maar 2013, die leverde maar 5 miljoen op toen. In juli 2011 een actie voor de droogte in de Hoorn van Afrika, 25 miljoen. En een actie voor Haiti in januari 2010, dat was het grootste Giro 555-succes in de afgelopen jaren, 111 miljoen. Veel geld, maar er is discussie over de besteding van al die miljoenen. Hi, dag. Hartelijk dank. Loop jullie even naar binnen. Ja. Niks Winkels en Erdi Huizenga bij minister Ploemen, nadat de twee artsen in september terugkeerden uit Sierra Leone, waar zij inmiddels alweer aan het werk is. Hij vertrekt zondag. Swinkels is blij met de actie, maar kritisch op de verdeling van het ingezamelde geld over de 10 aangesloten hulporganisaties. Er is al van tevoren bepaald welke organisatie hoeveel procent krijgt. En dat vind ik krom. Waarom?
Omdat je niet van tevoren kan voorspellen wat voor een ramp er is. En dus ook niet van tevoren kan voorspellen welke organisatie daar het beste op kan inspelen. Discussie over de besteding van de opbrengst is er al langer. Dat die vaste verdeling van het geld een probleem vormt, is ook een van de kritische conclusies in een onderzoeksrapport dat vorige week uitlekte. Dat er misschien nagedacht zou moeten worden over een manier van verdelen. En daar is het rapport duidelijk over. Die zegt van, misschien moeten jullie een aantal andere criteria gaan ontwikkelen, waardoor jullie tot een iets andere verdeling komen van het geld. We hoorden al vanavond laat op NPO 1 wordt duidelijk hoeveel de actie Stop Ebola heeft opgeleverd. Kisten met stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MH17. Vanmiddag zijn ze teruggekomen uit Oekraïne. Misschien wel voor het laatst, zo'n vlucht. Ook deze 6 kisten zijn met dezelfde ceremonie ontvangen als eerder. En dat was een zware afvaardiging van het kabinet. Vanochtend vertrokken de voorlopig laatste 6 kisten uit Kharkov. Minister Opstelten was daarbij om de kisten naar Nederland te begeleiden. Nu de winter begint, is de bergingsmissie daar voorlopig beëindigd. Na afloop van de ceremonie vertrokken de rouwwagens naar Hilversum en kwamen de nabestaanden bijeen bij het vliegtuig. De stoffelijke resten zijn inmiddels aangekomen in de korporaal van Oud-Heusden-kazerne, waar ze worden geïdentificeerd. En daar is nu ook verslaggever Kees van Dam. Kees, is het de voorlopig laatste vlucht met kisten of is het de laatste vlucht geweest? Er is niets officieel over naar buiten gebracht. Maar ik denk dat je er toch wel vanuit mag gaan dat het voor dit jaar zeer waarschijnlijk de laatste keer was. Want ja, het sneeuwt in Oost-Oekraïne. Het werk op de rampplek ligt stil. Vandaar ook een zware delegatie van het kabinet vanmiddag in Eindhoven met premier Rutte en 3 ministers. En blijkbaar realiseerden ook de 160 aanwezige nabestaanden dat het dit keer om een extra bijzondere plechtigheid ging. Want er werd niet alleen geklapt, net zoals de vorige keer toen de rouwwagens met de kisten aan boord langs die afgeschermde tribune van de nabestaanden reden. Nee, er was ook applaus toen de allerlaatste militairen wegmarcheerden van de landingsbaan. Een soort buiging, een soort eresaluut van de nabestaanden aan de militairen die het binnenhalen van de kisten de afgelopen maanden zo mooi hebben begeleid. En weten we, Kees, al wat meer over de wrakstukken die zijn geborgen? Nou, wat we weten is dat ze in Kharkov zijn verzameld. Daar worden ze nu bekeken en klaargemaakt voor transport naar Nederland. Want de bedoeling is dat het in ieder geval hier ergens in Nederland tot een gedeeltelijke reconstructie van het toestel komt. Zodat duidelijk gaat worden wat nou de crash heeft veroorzaakt. Maar wanneer die wrakstukken worden overgebracht naar Nederland, dat is toch niet bekend. Begrijp ik. Oké. Kees, dankjewel. Milieuzones, sloopregelingen, oplaadpalen. Grote steden doen steeds meer om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook Rotterdam kondigde vandaag aan dat vieze diesels en vrachtwagens komende jaren niet meer welkom zijn. De stad is vooral geschrokken van het effect van roetdeeltjes op de gezondheid van de inwoners. De uitstoot van roet moet komende 4 jaar met bijna de helft afnemen. Rotterdammers leven 1 tot 3 jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. Maar wie aan deze drukke verkeersader woont, heeft nog een half jaar minder te leven. De Schravendijkwal is de enige 6-baans snelweg door een stadshart, zeggen actievoerende bewoners. Je kucht meer en je hebt viezere ramen, het is viezer. Als je dat ziet, wat hier gebeurt, nou, dan weet je wel hoe laat het is. Roetfilters en schonere motoren hebben wel effect gehad, maar aan de verkeersdrukte is weinig gedaan. Daarbij komt dat pas de laatste jaren is aangetoond hoe schadelijk kleine roetdeeltjes zijn. Het roet dringt helemaal rechtstreeks door tot in je longen, dus daar willen we wat aan doen. We willen onder andere een milieuzone gaan inrichten, waardoor die oudste dieselmotoren die zoveel schade veroorzaken, worden geweerd uit het centrum. Nou, dat moeten we eerst zien, omdat is gewoon wat ik begrepen heb. Er is al 15 jaar met het stadhuis gepraat en er is niks gebeurd. Tot nu toe veel woorden, weinig daden en laten we eens een keertje omdraaien. Dat gaat nu gebeuren, zegt de gemeente. Om te beginnen mogen hier vanaf januari geen vrachtwagens meer rijden.
Rotterdam is de eerste stad die specifiek roetmaatregelen neemt. Roet kennen we al lang natuurlijk, maar pas de laatste tijd weten we veel meer over wat het allemaal kan aanrichten. Hendrik Willem Hofs. Met dit soort installaties wordt de luchtkwaliteit gemeten. En dan gaat het vooral om stikstof en fijnstof. Daar zijn ook Europese normen voor. En in die fijnstof zitten hele kleine roetdeeltjes. En vooral die kleine deeltjes zijn heel erg ongezond, weten we uit onderzoek van de laatste jaren. 25 jaar geleden keken we naar fijnstof. Als we dat in Rotterdam nu meten, dan meten we vooral zand, zeezout. En de roet is vooral de schadelijkheid van het verkeer. Dus we hebben eigenlijk al die jaren het verkeerde zitten meten? We hebben voor een deel het verkeerde zitten meten, ja. In Rotterdam en Amsterdam staan sinds enige tijd dit soort roetmeters. Het RIVM gaat nu in het hele land roet meten. Roet is heel erg specifiek gebonden aan verkeersemissies. En van roet weten we ook een vrij goede correlatie, goed verband tussen de hoeveelheid roet in de lucht en gezondheidsklachten. Dus je kunt roet gebruiken als een indicator voor hoeveel gezondheidsproblemen het bijvoorbeeld verkeer gaat geven. Grote vraag blijft, zijn er nu meer vieze plekken of zijn de vieze plekken nog viezer? De roetmetingen moeten dat uiteindelijk uitwijzen. De Europese norm voor roet komt er voorlopig niet. Volgens de Europese Unie is het te duur om zo'n norm in heel Europa in te voeren. Als Nederland binnen de EU het braafste jongetje van de klas is, dan is Frankrijk op dit moment het stoutste. Vooral wat betreft het naleven van de Europese begrotingsregels. En nu is, ook wat betreft de Europese Commissie, de maat vol. Echte sancties komen er niet, wel een serieuze waarschuwing. Als de Fransen voor maart niet hun zaakjes op orde hebben, riskeren ze een fikse boete. Correspondent Arjan Noorlander. De nieuwe Europese Commissie wil een balans zoeken tussen streng blijven, maar ook de economie een kans geven. Frankrijk wordt nu stevig op de vingers getikt. Ze moeten gaan bezuinigen en hervormen. En dat zullen alle Fransen gaan merken. Maar de commissie wil ook lucht geven aan Frankrijk. Ze willen dat de sancties en mogelijke boetes de economie geen schade aanbrengen. En dus krijgt Frankrijk 3 maanden extra de tijd om de zaken te verbeteren. En pas daarna velt de commissie zijn definitieve oordeel. Frankrijk moet de komende jaren veel meer structurele hervormingen doorvoeren op de arbeidsmarkt. Het verruimen van de winkelsluitingstijden hoort daar ook bij. Dat is goed voor de arbeidsmarkt, maar ook goed voor de consument is het idee. Maar in een land als Frankrijk is dat een hele opgave. Winkels zoals deze doe-het-zelf-keten moeten nu nog vaak op zondag de poort sluiten. Tot onvrede van sommige klanten. Il manque une vis le dimanche. Voilà, on va voir le voisin, quoi. Mais bon, quand on a vraiment besoin de matériel, oui, le dimanche, c'est certainement intéressant d'avoir des magasins ouverts, c'est sûr. Want klussen doen mensen nu eenmaal vaak in het weekend. En dus wil de Franse regering winkeliers de mogelijkheid bieden om vaker op zondag open te gaan. Moi je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que le dimanche on a plus le temps, donc on a plus le temps de regarder. Maar voor veel ondernemers is het meer dan dat. Volgens hen zijn meer koopzondagen bittere noodzaak. Et il est vrai que avec la concurrence de l'e-commerce et d'Amazon en particulier, c'est vrai que c'est un plus pour les commerçants physiques d'être ouvert le dimanche. De Franse vakbond is mordicus tegen. Ze zien er het nut niet van in voor winkeliers. Ils ne vendent pas plus, mais ils ont une journée de charge supplémentaire. Je tue la vie de famille, je tue la vie individuelle, je tue la vie sociale, je tue la vie spirituelle et je gagne pas plus d'argent. C'est particulièrement stupide. En zo maakt de Franse regering zich op voor een nieuwe confrontatie met de bonden. Ditmaal over de zondagsrust. Dat Franse vakbonden een vuist kunnen maken, dat heeft het verleden al uitgewezen. Zo protesteerden ze bijvoorbeeld tegen hervormingen in het pensioenstelsel. En ook verzetten ze zich tegen de invoering van de ecotax. En de Franse regering toonde zich niet ongevoelig voor die protesten op straat en zwakte vaak voorgenomen hervormingen af. Maar zover is het nu nog niet. De komende maanden zal de wet over de koopzondagen in Frankrijk worden besproken. En uiteindelijk worden voorgelegd aan het parlement. Als het aan de regering ligt, nog voordat de Europese Commissie in het voorjaar een nieuw oordeel velt over de Franse economie. Koning Willem-Alexander is op bezoek geweest in Oudewater, de gemeente waar 2 weken geleden vogelgriep werd vastgesteld. De koning werd tijdens zijn bezoek begeleid door de burgemeester en door staatssecretaris Dijksma. Hij sprak met mensen uit de pluimveesector. In Hekendorp daar werd 2 weken geleden vogelgriep geconstateerd. Er werden 15.000 kippen geruimd. Later werd ook vogelgriep vastgesteld bij 2 bedrijven in de gemeente Kampen. 15.000 euro voor de tip die leidt tot een straatdealer die in Amsterdam witte heroïne verkoopt als cocaïne. Door zijn drugs zijn al 3 toeristen overleden.
signalement van de verkoper krijgen is moeilijk, omdat gebruikers die het wel overleefden een deel van hun geheugen zijn kwijtgeraakt. Met matrixborden probeert de politie toeristen in ieder geval te waarschuwen. In de Groningse wijk Hoogkerk zijn 5 ruiten ingegooid van een huis waar tijdelijk een man uit Mozambique woonde. Burgemeester Vreeman sprak van een ernstig incident. Hij ging in een bijeenkomst in gesprek met wijkbewoners. Ik heb zelf aangegeven dat voor mij echt zeer onacceptabel is. Dat ik echt heel ver over de streep vind gaan. En ik vind ook dat de buurt moet weten dat, dat de grens hier wel getrokken is. Het is niet duidelijk wie de ruiten heeft ingegooid en of de dader of daders uit de wijk komen. De man uit Mozambique woont nu ergens anders. De Oranje vrouwenvoetbalploeg is terug in Nederland. Vanmiddag landde de ploeg op Schiphol. Het vrouwenteam van bondscoach Reijners plaatste zich gisteren ten koste van Italië voor het WK volgend jaar in Canada. Het is voor het eerst dat Nederland daaraan meedoet. En nog meer voetbalnieuws. PSV verzekerde zich vanavond van de knock-out fase in de Europa League. Ze speelden in Portugal met 3-3 gelijk tegen Estoril. Gisteren werd die wedstrijd vanwege enorme regenval gestaakt. Aangifte tegen het ministerie van Financiën door een gerechtshof. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Nieuwsuur maakt daar melding van. Het hof wil onder andere staatssecretaris Wiebes en minister Dijsselbloem laten vervolgen. Volgens het hof zei het ministerie tegen 2 getuigen in een belastingzaak dat ze moesten zwijgen over een tipgever. Het hof wil nu hun leidinggevende aanpakken. De Belastingdienst kocht in 2009 informatie van een anonieme tipgever over mensen die zwart geld zouden hebben bij banken in Luxemburg. Meerdere vermeende zwartspaarders eisten bij de rechter dat de Belastingdienst de identiteit van de tipgever bekendmaakt. Het gerechtshof wil de naam ook weten. Maar de ambtenaren van de Belastingdienst moeten hier dus over zwijgen van het ministerie. En dat, wat er gebeurd is, het beïnvloeden van een getuige, want dat is een ambtsinstructie, een ambtenaar of iedere burger die ten overstaan van een rechter verschijnt, is verplicht een verklaring af te leggen. Een ander ertoe bewegen die verklaring niet af te leggen of een valse verklaring af te leggen, is een strafbaar feit, een beïnvloeding van de getuige. Dat is wat hier heeft plaatsgevonden. Wie er binnen het ministerie de instructie om te zwijgen heeft gegeven, is niet duidelijk. President van het gerechtshof komt vanavond uitgebreid aan het woord in Nieuwsuur om 2:50. Paus Franciscus roept moslims op om stelling te nemen tegen IS. Moslimleiders moeten zich veel harder uitspreken tegen extremisme. De paus zei dat aan het begin van een 3-daags bezoek aan Turkije. In de Turkse hoofdstad werd hij ontvangen door de Turkse president Erdogan. De paus komt naar Turkije op het moment dat de christenen daar het moeilijk hebben. God heeft altijd een grote uitstraling gehad op Istanbul. Nu voornamelijk op de islam. Andere religieuze gemeenschappen, zoals christenen, zijn hier de afgelopen eeuw in hoog tempo gekrompen. Dit katholieke Assyrische kerkje is een van de laatste plekken ter wereld waar tijdens de mis gezongen wordt in de taal die Jezus Christus sprak, het Aramees. En dat klinkt zo. Şimdi Hristiyanlar çok büyük bir çok Hristiyanlığın sayısında çok büyük bir azalma vardır. Şimdi Mesih İsa'nın kullandığı Aramice halen Suriye'nin Sednaya ve Malule kentinde korunma altına alınmış olan dil konuşuyor. Precies, in Syrië. De paus komt naar Turkije op het moment dat islamitisch extremisme oprukt in de regio. Christenen worden bedreigd en verjaagd. De zorgen in deze gemeenschap gaan diep. Bir tedirginlik vardır. Bizim 5000 yıllık kültürümüz neredeyse maalesef neredeyse kültürümüz neredeyse bitmek üzeredir. Özellikle bugünkü Suriye ve Irak'taki yaşanan son savaşlar bizi perişan etmiştir. Logisch dat ze hier hoop putten uit de komst van de hoogste kerkelijk leider. Vrede is voor zo'n piepkleine minderheid niet alleen een mooie droom, het is de enige kans op overleven. Bu sanıyorum Papa'nın yalnız Türkiye için değil, Papa'nın bütün dünya için barışın bir çağrısı olacak Ankara'dan ve İstanbul'dan. Bu bizim için, insanlık için, dünya insanı için. Din, dil, ırk, milliyet ne olursa olsun insanlık için önemli bir ziyarettir. Mogelijk praat de paus morgen met een aantal moslimleiders in Istanbul.
Heerlijk, een avondje uit eten. Steeds vaker begint zo'n avondje op internet. Eerst maar eens kijken wat anderen schrijven voordat je reserveert. Het wemelt inmiddels van de recensiesites voor restaurants op internet. Met allemaal beoordelingen van mensen die er ooit hebben gegeten. Maar kloppen die recensies wel? Restauranthouders zelf beginnen daar steeds meer aan te twijfelen. Beoordelingssites als Eens en Couvert zijn eigenlijk een soort Michelin-gidsen voor en door de massa. Geen sterren van enkele geheimzinnige geschoolde gastronomen, maar rapportcijfers van tientallen gewone gemiddelde gasten. Iedereen kan een recensie schrijven, iedereen kan ze lezen. Maar die laagdrempeligheid wordt soms misbruikt, zo merkten ze bij Dommel 18 in Eindhoven. We hebben een keer voorgehaald dat een gast is komen eten, zegt dat hij is komen eten, maar dezelfde tijd op 3 restaurants is geweest. En laat een recensie achter die niet goed is. En hij schreef dat bij 3 dezelfde restaurants. Ja, dan denk ik bij mijn eigen, ja, dat klopt toch niet? Op de sites komen kwaliteit, sfeer, bediening en prijs aan de orde. En de oordelen zijn vaak niet mals. De oordelen zijn bovendien vaak anoniem. En dat is nu precies het zwakke punt. Lekker wel hoor. Er zijn eigenlijk 3 problemen. 1, chantage. Een klant vraagt korting in ruil voor een goede recensie. 2, valse concurrentie. De eigenaar van het ene restaurant schrijft een slechte recensie over het andere restaurant. En 3, verzinsels. Mensen schrijven recensies over restaurants waar ze nog nooit geweest zijn. Mogelijke oplossing? Alleen recensies plaatsen die met naam en toenaam zijn ondertekend. De sites wijzen erop dat ze nu ook al scherp toezien. Als er feitelijke onjuistheden in staan waarvan de restaurateur kan aantonen, bijvoorbeeld ik heb helemaal geen oesters op de kaart en wij zien die menukaart en wij zien dat er over oesters wordt gesproken, maar die heeft hij niet op de kaart, dan halen wij het eraf. Toch gaat Eens binnenkort met Koninklijke Horeca Nederland praten over verbeteringen. Inderdaad, met name op het punt van de anonimiteit. Nou goed, hoe dan ook het weekend in. Hoe gaan we het weekend in, Marco? Rustig, ja? Hoewel er wel wat wind staat. Het is droog, de zon schijnt geregeld, maar het is ook meteen aan de frisse kant. Opklaring aan het eind van de dag leverde een fraaie zonsondergang op. En betekent ook dat op plaatsen waar het nu opgeklaard is, dat het daar behoorlijk kan gaan afkoelen. Ik zal zo meteen de minimumtemperaturen laten zien. De koude lucht komt ook steeds meer onze kant op. We hebben een groot hoge drukgebied boven Rusland liggen. Dat begint een beetje uit te breiden in westelijke richting. En tegelijkertijd trekt dit lage drukgebied de komende 24 uur nog wat verder Spanje in. Dat betekent dat de wind steeds meer bij ons uit het oosten gaat waaien. Die stroming gaat wat kantelen. En dan kan de koude lucht die nu in Polen en in Wit-Rusland bijvoorbeeld aanwezig is, kan richting ons land stromen. Zal ons niet helemaal gaan bereiken. En de temperatuur in Minsk bijvoorbeeld, die ligt gewoon dik onder het vriespunt. Ook in Warschau vriest het overdag. Nou, daar denk ik voorlopig nog niet aan. Maar koudere lucht komt dus wel onze kant op. Wisselvallig weer met heel veel regen in Spanje. Met name langs de oostkust en aan de zuidflank van de Pyreneeën. Daar kan tot en met zondagavond best wel eens 150 mm regen gaan vallen. En dat kan ook voor overlast zorgen. Verder nog wat buien hier en daar. Maar over het algemeen dus heel rustig weer in Centraal-Europa. Laten we naar Nederland gaan kijken. Wat staat ons de komende nacht te wachten? In ieder geval blijft het droog en het klaart op steeds meer plaatsen op. Uiteindelijk zal het hier en daar licht gaan vriezen en de kans erop is het grootst in het noordoosten van het land. In het zuiden van het land is het allemaal nog wat zachter. 3, 4 graden daar de minimumtemperatuur. Morgen ook de hoogste temperatuur in het zuiden van het land. 8, 9 graden. In het noordoosten doen we het met slechts 3 graden. Flinke verschillen dus. En in het hele land staat een stevige oostenwind. En die maakt het voor het gevoel nog eens een stuk kouder. Wel de zon erbij en het blijft droog. Dat is ook voor zondag aan de orde. Ook droog weer met flinke zonnige perioden. 5 graden overdag en in de nacht lichte vorst. De dagen daarna houden we dat weer een klein beetje vast. Maar ik teken ermee aan dat vanaf dinsdag de onzekerheid in de weersverwachting vrij groot wordt. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. De nationale actie tegen ebola levert voorlopig 6,1 miljoen euro op. En dan is het vandaag ook nog Black Friday, de dag na Thanksgiving, waarop Amerikanen massaal inkopen doen voor het kerstseizoen en winkeliers enorme kortingen geven. Die traditie waait ook deze kant op. Inkopen doen op zijn Amerikaans in Londen vannacht. Ja, dat zijn echte koopjesjagers dus. Politie moest op verschillende plekken ingrijpen. Er zijn mensen gearresteerd. Ja, wat zo'n Black Friday allemaal nog meer kan losmaken, dat ziet u op onze
volledig vernieuwde website nos.nl. Meer nieuws om 10 uur in Nieuwsuur op 2. Ik wens u een mooi weekend.